Wij zijn op het moment zijn wij in de studio in Alsmeer voor een opname van KPN, een evenement. Een evenement wat dus wel doorgaat, maar dan digitaal. Nou, we zijn op dit moment op de set voor het TDO Live Event. TDO staat voor Technology and Digital Office. En vorig jaar was het natuurlijk een fysiek evenement. Ja, dat is natuurlijk door de huidige situatie niet mogelijk. Met een live event is het natuurlijk super belangrijk dat het tip-top in orde is. Ja, vooraf wordt er natuurlijk een plan gemaakt en dat plan wordt technisch uitgewerkt. En dan passen we dan die kaders passen we daarop toe. En een daarvan in het bijzonder en dat is Bimatrix. Het is een systeem wat je zowel voor doek als voor een paneel kan gebruiken. Nou, in een frame kun je ook weer bijvoorbeeld met houten panelen werken waar je weer iets op vast kan schroeven. En in deze opstelling hebben we ook gebruik gemaakt om LED-verlichting te verlijmen op het doek. En in deze zin kun je eigenlijk best wel goed waarborgen dat de kwaliteit van afwerking meteen goed is. En wat we eigenlijk doen is building experiences. Dus dat is de nieuwe propositie, building experiences. Letterlijk het bouwen van merken, maar dan in 3D. En we voegen eigenlijk nog iets aan toe, en dat is ook 4 en 5D. Dus aanraken, voelen, proeven. Dus hier komt eigenlijk een auto aangereden met een hoop vuurwerk, dat is de ene kant. En aan de andere kant zie je meer studio's waar je wat verder ingaat op het onderwerp als het ware. We hebben besloten er een tv-uitzending van te maken. Het is gewoon alsof je s'avonds naar RTL Boulevard kijkt, zoals daar de set, of naar een ander programma. Dat kan gewoon. Dus ja, het is echt het beleven van ons samen zijn. Wat er nu gebeurt, wat voor de klant ook best wel spannend is, is dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Dat je ineens voor een camera staat, daar ben ik ook niet gewend. Maar er zijn heel veel mensen natuurlijk nog niet gewend. Maar wat we nu met z'n allen over heel de wereld aan het proberen zijn, is een stukje dichter bij elkaar te komen, maar dan toch digitaal. Voor het event moet je dit gewoon met een aantal leveranciers doen. Dus vanuit KPN doen we dit met z'n tweeën, Maureen de Jonge en ik. Wij lezen en schrijven met elkaar, dat is echt fantastisch. En diezelfde band zoek ik eigenlijk met leveranciers om mij heen. En Varel is daar eentje van. Je hoeft niet een heel groot team vanuit KPN te hebben of een duur evenementenbureau. Als we die korte lijnen hebben en we kunnen elkaar vertrouwen, kun je dit uit de grond stampen. Ja, waar wij mee bezig zijn is eigenlijk het creëren van instrumenten om die doelstellingen te behalen. En als je het zo gaat zien, dan maakt het eigenlijk niet meer uit of we het over een interieur hebben, of over een stand, een event, of over een website. En dat is eigenlijk de volledige marketingmix. Dit is een decor, hè? Dus die deur die lijkt misschien op de foto lijkt die er echt te zitten, maar die is gewoon nep. Dat is leuk. Het is een intern KPN evenement, wat opgenomen wordt, live gestreamd als het ware. Maar dus die boodschap intern bij die bedrijven, die is ook heel erg belangrijk dat het ook goed verzorgd is. Want het zijn uiteindelijk allemaal ook alweer ambassadeurs die boodschap meekrijgen en zich zeg maar willen conformeren aan die identiteit van een bedrijf. Nou, en dan is het natuurlijk weer belangrijk dat dat weer voldoet aan de huisstijl. Ja, die moest er even aan toegevoegd worden. Bedankt. Ja, jij ook bedankt.